Hey jongen. Michael! Hey Michael! Mooi dat er verhaal erbij is. Als je een schilderij koopt, dan heb je een verhaal. Ja, absoluut. Dutch Connection, back in town. 20 verschillende kunstenaars. Dat kunstenaars ook kunnen bijdragen aan samenhang in de samenleving. Vandaar ook dat het hier de Dutch Connection is. Connection is natuurlijk ook samenhang. Maar ik denk in de naam van de samenhang en het samenhangen, dit een heel mooie gelegenheid is. Maar als het goed is, kunnen we dan zeggen dat de tentoonstelling ook geopend is. Om een ballonnetje te pakken, hem te blazen en hem kapot te laten knallen, midden in je gezicht, als begin van deze festiviteiten. Jij hoeft er niet eens naar de kunstacademie. Nee. Je had je thuis. Mijn hele jeugd was kunstacademie, dus ja. Ik word je ingegeven, weet je. Ik bedoel, ik ben mijn medium, ik geef het gewoon door. Heb je gezien, hè? Ja. Nou, dat is nodig. Kijk, daar komt hij aan de hamer. En dat betekent dat de veiling is geopend. We staan hier in een heel bijzonder gebouw, in het Vrij Paleis. Het Vrij Paleis is hier om ervoor te zorgen dat er voor altijd een plek blijft voor experimenten en kunst in de binnenstad. Zij willen ervoor zorgen dat deze spirit blijft bestaan. En daar kunnen jullie dus bij helpen. U mag beginnen bij het mooie bedrag van 111 euro. Wie biedt er voor 111 euro? Nou, dan 130, meneer Tuchelaar. Verkocht! Eenmaal, andermaal. Verkocht voor die meneer daar. Ja, zwaai je nog even niet hoor, tijdens de veiling. Het is heel verwarrend. Oké, daar hebben we 200 euro. Wie zegt 210? 240.
Jij bent ook Dalí, jonke. Ja. Ja, ik ben het in begin met je vader, Justus. Ja, schrijf ook. Je lijkt op je pa. Ja, toch? Ik snap daar niets van. Ik ben een wereld zonder strijd. Een leven zonder tijd. Lord, I found me someone, and she is true. To me. Ja, ik ga jou schilderen, ja. Ja, ga ik die gasten doen. Waar wil je vragen? Ladies and gentlemen, give a warm welcome to the Rock and Roll Sailor. Is that curiosity for life? To come next. You never touch the bottom of this boiling salt lake of tears. While the cops evicted the last freak haven in a dying town, the owner gores on clam pasta and power just across the fucking road.